Welkom in het Noordvelisch Museum in Nunspeet. Ontdek ook de fraaie schilderijen in het Hollands impressionisme van Nunspeet Kunstenaarsdorp tussen 1880 en 1950. Ik ben Carolien Beek en ik wil u graag iets vertellen over het werk van Christen Bruggekaten. Christen Bruggekaten is al heel jong naar Nunspeet gekomen, op 17-jarige leeftijd. Hij wist ook al heel vroeg dat hij kunstenaar wilde worden, maar zijn moeder en zijn voogd vonden dat niet zo'n goed idee. Hij heeft eerst geprobeerd allerlei andere cursussen om een vak te leren, maar uiteindelijk is het hem toch gelukt om te gaan voor kunstenaar. En daar zag hij werk van Koch en van Heerkens en van Willink. En toen zei hij, dat wil ik ook. Dus al gaandeweg heeft hij dan zijn eigen stijl ontwikkeld. En dat is dit werk onder andere. Later zal ik u nog een ander werk van hem laten zien. Dit werk wordt een magisch realisme genoemd. Hij kwam tot deze fictieve landschappen doordat hij met zijn vrouw rondreed in een auto. Zijn vrouw die reed dan en hij keek. En dan kwam hij thuis en dan maakte hij deze fictieve landschappen. Hij hield heel erg van de IJssel, zoals u ziet. Hij hield de horizon heel erg laag, omdat hij dan mooie luchtpartijen kon schilderen met vreemde lichtinvallen. En u ziet dat ook terugkomen in het water. Hij is op 83-jarige leeftijd overleden. En wij hebben als museum een 40-tal schilderijen van de stichting mogen ontvangen. Want zijn vrouw zei van als er ooit een museum in Nunspeet komt, dan zijn de schilderijen voor Nunspeet. Dus we kunnen u nog aardig wat laten zien als u een keertje langskomt.